En fotografen van? Fotoclub Houten. Oh ja. Bent u daar ook lid van? Nee. U bent alleen zeg maar gefotografeerd door iemand, uw ogen? Ja, dat klopt. En weet u ook waar uw ogen zitten? Ik weet het echt niet. Welke ogen is van mij? Nee. Dat lijkt me ook wel heel erg moeilijk, hè? Ik vind dit moeilijk, hoor. Ja. Het zijn 792 ogen dus. 792. I teach you from the other side, the sorrow and despair, with a love so vast and shattered, it will reach you everywhere. And I sing it for the captain, who should has not been. For the mother in confusion, her cradle still filled with blood. En ik zie u hopelijk om 1:30 bij Schoneveld, want daar krijgen we ook nog een fantastische opening. Dank u wel voor uw aandacht. Dit is het Droombureau. Hier kunnen mensen terecht met hun dromen. Ze kunnen ze hier opschrijven op de speciale blaadjes. En daarna in de droombox doen die hier ook aanwezig is. En ze kunnen heel rustig kijken naar alle dromen die hier al bij mij zijn opgeschreven, waar ik een heel boekje van heb gemaakt. En er hangen hier allemaal droomtekeningen. Want zodra ik een opgeschreven droom heb, maak ik er een tekening bij. Ik heb koffie geroken. Ja, ik heb iets van 100 kilo koffie. Ik weet het niet precies, maar heel veel koffie in mijn caravan gelegd. Ja. Maar het gaat voornamelijk over het werk wat je zeg maar aan de wand ziet. En hier in het hoekje. Dat noem ik wildgroei. En de caravan heet oriëntatiepoging. En het is mijn poging om me te oriënteren op hoe ik om wil gaan met vlees eten. Ja, is goed. Ideeën. Ik als één woord. Mm-hmm. Is fijn. Door de natuur. Samen gaan op expeditie. En weer terug. Naar huis. Koffie. Nou, God. Dat is mijn been. Je weet dat ik hier spullen moet opruimen. Je weet dat Benedieke zo kwam. Dat die schoontuin. Ja, ik had een koffertje gedaan. Dat was mijn bedoeling. Dat was een cadeaukoffer. Dan ga je toch geen benen leggen. Maar ik wilde gewoon even kwijt. Ja, dat is mooi. Nou, dat was een cadeau. Moeten we hier nou mee? Leg maar ergens neer. Ik leg hem alleen in de coulissen. Zo. Nou, ik hoop dat de kaas er komt. We zijn weer te laat. Plus 1. Ja, het is wel de verkeerde outfit, hè?
Je zou een kort broekje aan hebben in scène 4. Maar zo kort is het te kort. Ja, het is te kort. Het is wel 25 jaar bruiloft. Nou ja, ik dacht dat het een themafeest was. Waar zitten we nu? Hier, ja, we gaan even een koffie doen, Mark. Als we hier even een kopje koffie doen. Op expeditie naar... Ja, leuk, kopje koffie. Ja. Daar heb je ook winkels, ja, daar kan je ook shoppen. Daar kan je ook shoppen, hoor. Hier nog een leuk bosje. En op de techniek letten, hè, dames. Nou, dat is het eigenlijk al, hè. Maar expeditie naar hout was een cue, hè. We gaan expeditie naar hout en dan komt... Ja, dat zeg je als laatste.